is zo lekker. Echt niet normaal. Hoe werkt dit? Wat is dit? Dit is zo handig. Echt, wat een uitvinding dit. Hallo allemaal, superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Action Nederland. Ik ben Larissa en misschien ken je mij van mijn gelijknamige YouTube kanaal Larissa Bruin, waar ik ook allerlei leuke video's maak, soms ook shoplogs met Action. Dus check dat vooral eventjes, mocht je daar benieuwd naar zijn. Deze video wordt ook een shoplog, maar wel een speciale shoplog. Want in deze video heb ik alleen maar gefocust op items onder de 2 euro. Dus een echte budget shoplog. En ja, als je hier benieuwd naar bent, dan zou ik je willen vragen, doe alvast je duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet om straks te abonneren op dit kanaal en ook even een leuke reactie achter te laten. En ja, dan denk ik dat het tijd is om jullie mee te nemen naar de winkel, zodat jullie kunnen zien hoe het mij is afgegaan om items te zoeken onder de 2 euro. Geen idee waarom mijn oog valt op een Sudoku puzzelboekje. Volgens mij is die hype wel een beetje geweest. Oh, deze vind ik er heel leuk uitzien, maar helaas 3,59 euro. Dus ik zet hem weer terug. Oh, deze bamboe placemats, ook helemaal leuk, maar net iets te duur. En voor iedereen die mij kent, natuurlijk moet ik ook kijken of ik iets lekkers kan scoren voor minder dan 2 euro. En ik weet zeker dat het gaat lukken. Ja, jongens, het was niet per se makkelijk, maar toch heb ik hier echt een volledige tas staan. Best een zware tas ook, met alleen maar items onder de 2 euro. Ik heb uiteindelijk in totaal 30,41 euro uitgegeven en ik heb 20 items geshopt. Dan tel ik de tas even niet mee. Dat is natuurlijk een shopper die je ook wel nodig hebt als je al dat soort budget items hebt gekocht. Laten we even beginnen met... deze documentenmap, die vond ik echt super cute. Lichtroze, met ook wat gouden details. En zoals je kunt zien ook een soort van luipaardprintje. Deze was 1,99 euro en vind ik echt een topper. Oep. Nou, ik zei het al, wat betreft de kaarsen was er echt genoeg keuze. En ik hou echt van geurkaarsen. Ik denk dat dat mijn favoriete afdeling was daar. Dus ik heb deze gevonden. Die was 1,98 euro. Ziet er heel leuk uit. Ja, je denkt eigenlijk nu dat het gewoon een blik is. Maar nee, daar zit dus ook daadwerkelijk een kaars in. Met 3 van die lontjes. Dus dat gaat echt heerlijk geuren. Ik vind hem eigenlijk best wel bloemig. Maar in ieder geval echt heerlijk. En nou ja, hierin zijn dus nog verschillende keuzes mogelijk. En ook wanneer deze helemaal opgebrand is, is het nog steeds een heel leuk blik. Dus dat vind ik daar tof aan. Dan heb ik ook een soort van vaas gevonden. Nou, ik zeg een soort van vaas, omdat die ook nog in een soort van houder zit. En hier kan eigenlijk gewoon 1 bloemetje in, zoals ze dat hier op het plaatje ook hebben gedaan. En dat ziet er gewoon heel cute uit. Stijlvol, chic. Love it. En deze was 1,79 euro. Nou, over geuren gesproken heb ik dan ook deze heerlijke interior perfume spray. Jawel, we gaan hem ook meteen even sprayen. Jongens, echt. Een oase van liefde zou ik bijna willen zeggen. Nee, het is echt heerlijk. Sicilian Cedar and Bluebells. Ik weet niet wat bluebells zijn. Ik weet wel dat het dus om nou ja, Siciliaanse zederhout gaat. Het is zo lekker. Echt niet normaal. Hij sprayt ook heel fijn. Zoals je ziet. Ze hebben trouwens ook hier van heel veel verschillende soorten, verschillende geuren. Maar deze was echt favo. Even kijken hoeveel was die ook alweer. Oh, hij ruikt zo lekker. Even niet normaal. Oh shit, nu is dat hele ding. Sorry. Nou, en deze was 1,99 euro. Echt tegen mijn budget aan, maar helemaal waard. Dan heb ik ook deze 2 hele gezellige wijnglazen meegenomen. En is wel echt van glas. Klinkt ook zo lekker. Cheers. Ze zijn lichtroze, waren er ook in andere kleuren, maar ik vind dit... Nou ja, zoals je ziet, goed in mijn interieur passen. Ze waren maar 99 cent per stuk. Dus daarom dacht ik, weet je wat, ik haal ze meteen als een setje. Zit ik gewoon nog steeds met 1,98 euro onder de 2 euro. Top. De uitvinding van de dag. Dit zijn dus make-up remover pads. Die komen in zo'n heel leuk zakje.
En wat ik hier dus geweldig aan vind, is dat ze reusable zijn. Er zitten er 10 in. Ik zal ze er even uithalen. Ik heb ze eigenlijk zelf ook nog helemaal niet goed bekeken. Kijk, je zou eigenlijk denken dat je hier hele interieur mee schoon kunt maken. Maar dit is gewoon voor je gezicht. En daardoor zijn ze dus wel, herbruikbaar. En er zitten er 10 van in. En dat in dit leuke zakje. Ja, deze dingen zijn dus super zacht. En ik ga er dus vanuit dat je ze in de wasmachine kunt doen. En dat je ze dan kunt hergebruiken. Dus het is ook nog goed voor het milieu. Hoef je niet de hele tijd die andere dingen te kopen en weer weg te gooien. En ja, oké. Goed verhaal. In ieder geval €1,99 voor het hele zakje. Ik vind het geweldig. Echt geweldig. Gaan we door met nog iets binnen de beauty categorie. En dat is deze crème. Vind ik vooral handig om mee te nemen omdat het zo klein is. En deze is 99 cent. Dan heb ik ook deze mooie Buddha gevonden. En dat is een soort van pot. Ik denk dat je er iets van een kaars in zou kunnen doen. Maar ik zou er eerder een plantje in doen. En nou heb ik ooit gehoord dat je een Buddha niet voor jezelf moet kopen. Dus deze is dan ook om weg te geven. Een vriendin van mij is pas verhuisd. En dan vind ik dit echt het ideale cadeau. En dat nog onder de €2. Maar dat weet zij niet. Maar hij is 1,85. Dus plantje erbij. Misschien nog wat leuke dingen erbij. En dan is dat gewoon een heel leuk iets om weg te geven en waarschijnlijk ook om te krijgen. Misschien dat ik deze ook nog wel bij het cadeautje doe. Dit is namelijk een diffuser en die was €1,69. Ze hadden allerlei verschillende geuren, maar dit was de Orange Cinnamon. En die lijkt me eigenlijk best wel lekker. Ziet er ook heel chic uit, toch? Dit is toch een leuke combo. En dan misschien nog wat erbij. Ja, dat plantje natuurlijk. Top. Dan haal ik ook bijna altijd wel deze foodies, zoals ze genoemd worden. Dat zijn gewoon van die kleine sokjes. En die zijn €1,49. Wat ik ook heel vaak haal, zijn kaarten, wenskaarten. Ze hebben hele leuke verjaardagskaarten, maar ook voor een babygeboorte of voor wat dan ook. Dat zijn van die 3D kaarten, maar dit keer dacht ik, weet je wat, ik haal gewoon meteen zo'n pakket. En daarin zitten dan 10 wenskaarten. Allerlei verschillende, maar vooral ook voor verjaardagen. En dus ook eentje voor een nieuwe woning. Dus nou, die past meteen bij het cadeaupakket wat ik in gedachten heb. En dit was maar 99 cent. Enveloppen zitten erbij. Dan heb ik ook deze oogmaskers gevonden. En die trokken eigenlijk meteen mijn aandacht. Omdat ik dacht, hoe werkt dit? Wat is dit? Het lijkt me in ieder geval echt heel erg fijn. Er zitten er 2 in. En ja, het is dus blijkbaar warm and relaxing. Say what? Misschien is het leuk om dit nog wel een keertje uit te proberen. Als dat je leuk lijkt, laat het dan vooral eventjes weten in de comments. Zodat we dat wellicht ook een keertje kunnen gaan doen in een video. In ieder geval zou je binnen 20 minuten dus helemaal tot rust moeten zijn gekomen. In ieder geval je ogen dan dus. En deze is 95 cent. Of deze zijn 95 cent, want het is een pakketje van 2. Dan heb ik ook soap leaves gevonden. Ook dit was 95 cent. Dit is zo handig. Echt, wat een uitvinding dit. Dit zijn namelijk gewoon papiertjes met zeep. Zeeppapiertjes. Wordt geactiveerd door water. Dus water en dat papiertje. En dan heb je gewoon zeep. Super handig voor als je op reis bent. Want het zit gewoon in zo'n heel klein pakketje. Ik ga hem even openen, want dan snap je iets beter wat ik allemaal vertel. Kijk, je hebt maar 1 velletje nodig. En als deze in contact komt met water, dan verandert het in zeep. En dan kun je zo, hoppa, je handen wassen. Nou, nog wat verder onder de €2 zijn deze 3 cool elementen. Want die koop je met z'n drietjes voor 56 cent. Super handig voor als je gaat picknicken bijvoorbeeld. Ook leuk voor als je gaat picknicken. Deze cooler jog, zoals zij het noemen. Er zitten namelijk meteen van die ice cubes in. Die kun je bijvoorbeeld in de vriezer leggen. Dan worden ze natuurlijk helemaal koud. Dan is dit ook wel een hele handige kan. Die je dus gemakkelijk mee kan nemen met water of wat dan ook. Er gaat trouwens 1 liter in. En deze was €1,79. Dan leek het mij dus leuk om mezelf wat meer creatief te gaan kietelen. Op het gebied van tekenen, schilderen, et cetera. Dus ik kwam dit blok tegen. En daarin zitten witte papieren. Maar ook deze bruine en zwarte. Dus ik kan echt alle kanten op. En dit was €1,79. Dan heb ik ook deze conservepot gevonden. Die was €1,99. En deze hadden ze in verschillende kleuren, verschillende maten ook. Wat ik zo leuk vind is dat erop staat 4. Wat is het? 4 stagioni.
Helemaal internationaal, helemaal professioneel ook. Die waren er dus ook nog in andere kleuren, vormen en maten. Dus eventueel ga ik nog terug voor degene met de groene dop. Want dat is wel leuk om dat naast elkaar te zetten, denk ik. En dan heb ik ook nog een handcremetje gehaald. Wat ik altijd zo leuk vind als je in restaurants en hotels komt. Dat er naast de handzeep ook zo'n cremetje staat. Dat is namelijk gewoon wel zo lekker. En nou ja, deze ziet er ook gewoon echt wel goed uit. Of hij lekker ruikt, weet ik eigenlijk nog niet. Even ruiken. Ja, hij ruikt lekker. Hij ruikt heerlijk. En deze was €1,11. Dan heb ik ook afwasmiddel meegenomen. Ja, niet per se mijn favoriete product. Maar je kan het maar in huis hebben. Deze was 97 cent. En die komt van A Good Clean. Die hebben überhaupt hele leuke dingetjes. Ook, nou ja, leuke dingetjes. Echt heel leuk is het dus niet. Maar ook voor je badkamer en voor je keuken en voor je multipurposes cleaning hebben ze hele nou ja, fijne producten die ook lekker ruiken en zo. En er dus ook wel echt heel leuk uitzien. Helemaal leuk. Dan het laatste product dat ik heb gevonden. Ja, natuurlijk wilde ik ook wat lekkers meenemen. Ik zei het al. En ik heb gekozen voor fudge. Dit was 99 cent en ik had er eigenlijk twee mee kunnen nemen voor dat geld. Want ik bedoel, we wilden onder de €2 blijven. Maar 99 cent voor fudge. Ik denk echt bijna wel dat iedereen dit lekker vindt, of niet? Laat weten of je dit lekker vindt in de comments. Ik ben echt super benieuwd. En nou ja, ik ga hem in ieder geval lekker openen. Nou jongens, voor €2 per item heb ik dus mezelf helemaal blij gemaakt met al deze spulletjes. En ga ik ook nog een vriendin blij maken hopelijk. Dus ik hoop dat jullie dit ook een hele leuke video vonden. If zo, doe dan natuurlijk even je duimpje omhoog. Laat in de comments even weten welk van de items jij het leukst vindt. En of het je nog leuk lijkt als ik een keer een andere video maak over het oogmasker. En vergeet natuurlijk ook niet om even te abonneren op dit kanaal als je dat nog niet had gedaan. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk weer tot snel. Doeg!